We staan hier op de stand van Deppel. Ongelooflijk leuk. We hebben elkaar 2 jaar geleden pas ontmoet. Op de Expo Royale, weet je het nog? Zeker. Echt fantastisch. Toen waren het nog veel al plannen en nu is alles al concreet. Super veel respect voor jullie. Ik ben ook echt heel erg trots op jullie. Vertel, wat is het geheim van Deppel? Het geheim van Deppel is geloven in circulaire economie. En daarmee vastgoed combineren. Geen circulair vastgoed, maar vastgoed in een circulaire economie. Dat is ons geheim. En dat proberen wij waarde aan te geven. En hoe doe je dat? Want jij bent natuurlijk een ongelofelijke kennisexpert. Ja. Je hebt in diverse teams van ons gezeten. Je zit ook in ons circulaire team Cartouche. Maar hoe doen jullie het nou dat dat circulaire aspect concreet wordt? Dat je mensen echt tools geeft? Ja. Heel simpel. Je pakt de TCO. Je gaat data verzamelen vanuit het vastgoed. Die ga je afwegen. Die ga je waarderen. Die maak je net een contant. Daar komt een bepaalde IR-waarde uit. En dan weet je wat je... Ik zeg altijd maar, je kijkt naar 2030 en beyond. Want vanaf waarom 2030, dat is de circulaire economie, dan zijn we 50% circulair. En als je daar dan een voorkast in kan maken, dan weet je precies wat er aan de hand is. Geweldig. Weet iedereen wat TCO is? Het Total Cost of Ownership. Gelukkig steeds meer. We gebruiken het bij Brien, we gebruiken het bij investeringen en exploitatie. Oké, en waarom is Deppel nu zo in staat om een eigen stand te hebben, het verschil te maken voor vastgoedeigenaren? En ik hoor allemaal fantastische verhalen, ook van Marlijn. Hoe komt het? Ja, we zijn het enige circulaire techbedrijf op dit moment. Dus ja, als je een vraag heeft over vastgoed in een circulaire economie, ja, dan kan je bij ons terecht. Ik heb nog geen andere gezien. Ik hoop dat ze er wel komen. Maar tot nu toe ben ik eigenlijk wel blij. Ja, nee, ik ben er ook blij mee. Want het betekent ook gewoon dat jullie daarmee eigenlijk gewoon het platform pakken. Wat is jullie toekomstvisie? Hoe ga je de komende tijd verder invulling geven? Nou, we zijn net met een samenwerking gestart met de bouwkwaliteit professional. We krijgen heel veel vragen over van, oké, goed inzicht, maar hoe gaan we dat dan concreet maken? Hoe verzorgt het projectmanagement daarvoor? Daarom hebben we een samenwerking met de bouwkwaliteit professional. En die leveren die mensen die de kennis hebben, net zoals ik, om ervoor te zorgen tot die dromen waar komen. Dare to dream. Ja, nou dat is natuurlijk passen. Dat past helemaal bij de Provada. Zeker. Ik zag al jullie foto's natuurlijk op social. Super trots. Eigen stand op de Provada. Echt gefeliciteerd. Geweldig. Wat is Provada voor jou? Wat betekent dit voor jullie? Ja, eigenlijk heel veel. Als je ook hier om je heen kijkt, zeg maar, al dat groen, het duurzaam en vastgoed wat met elkaar komt. Leuke mensen, toffe ideeën. En eigenlijk gewoon die een ambitie hebben, een zakelijke ambitie om van vastgoed iets te maken. Dat betekent de Provada voor mij. Nou, fantastisch. Een zakelijke ambitie om van vastgoed iets te maken. Nou, daar zijn we natuurlijk allemaal heel enthousiast over. En ik ben heel blij dat Deppel daar onderdeel van is. En natuurlijk onderdeel van de Societeit-familie. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Ja, wij zijn ook heel erg blij met Societeit vastgoed. Ah, geweldig. Dankjewel. Top. Dankjewel, Jacques. Graag. Super.